Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van SZF, De Wegwijzer. Mijn naam is Marcia van der Bok. In deze aflevering van SZF De Wegwijzer brengen wij u een verslag van het bezoek dat een delegatie van Stichting Staatsziekenfonds met de minister van Volksgezondheid, Antonio Elias, afgelopen week hebben gebracht aan het Boven Marowijnen gebied. In het tweede deel belichten wij de afgifte van basokaarten aan leerlingen van OS Houttuin 1 door het SZF na tussenkomst van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. Na het district Nikeri, Koroni en Brokopondo was het de beurt aan district Sipaliwini en wel het resort Tapanahoni om in het kader van de dienstverlening naar de gemeenschap bezocht te worden. SZF-directeur de Kromo Di Harjo heeft samen met een ministeriële delegatie Stoelmans Eiland en Dritabiki bezocht. Daar zijn er 2 digitale datakaartprinter geïnstalleerd. Dit houdt in dat ook daar de lokale gemeenschap op de bovengenoemde locaties terecht kunnen om hun BASO- en of BZV-kaarten te verlengen of aanvragen. De delegatie bestond verder uit Antoine Elias, minister van Volksgezondheid en Herman Genti, adjunct directeur van de medische zending. Ik kon zo verlengen die kaart. Dat na jij meldde aan dat je voorige gegevens in, zolang je de kiestoestemming voor SZF, dat hij print ja zo de kiestkaart chagro direct. Dus lange passie qua foto voor alle soorten van die einde, alle desanne doelen ja zo die kaart verleng, ik wou je zo veel rustig. De delegatie heeft eerst de residentie van de Gramang in Dritabatje aangedaan. Daar heeft de delegatie eerst een onderhoud gehad met de Gramang der Okaners, Gramang Bono Felanti. Tijdens dit onderhoud heeft de delegatie de plannen ter verbetering van de gezondheidszorg in het gebied voorgelegd aan het groot opperhoofd en zijn team. Okontja en mijn breedtita om met Okontja, want zonder of Bono Okontja. Ja, zo doe je, papa. En de eerste indruk van Abdja, dat ik nou een valk moet doorvoeren, Abdja. En dat kreeg en netjes. Zowel de directeur van het SZF, Greg Kromo Di Harjo, als volksgezondheidsminister Antoine Elias benadrukte het belang van de dienstverlening dicht bij huis. De BASO-BZV-kaart redt geen leven, maar geeft toegang tot goede gezondheidszorg voor degenen die dat nodig hebben. President Boutersen, Chatori, Saipsa in Akondre, dat Sma even naar Karta, had een moeilijk voegen naar Karta. Akari minister Koring, Akari minister van Jerenor, we moeten misschien jullie naar de tour van SAD, we praten Karta naar foto naar Paramaribo. Toen we hier misschien we een praatkaart naar Wageningen naar Nigeria. Maar hier, president Taki, miwani dat alle konderen, alle safe konderen, moest kiezen schreven behandeling. If you go naar Nigeria, of you go naar Paramaribo, maar if you go naar Tapanuli ook toe, alles maar naar schreven, miwani, en dat bij de opdracht, alles maar moest kiezen zijn behandeling voor Akarta. Dat zo minister Karmi ook toe, minister Jima opdracht voor NC ook toe, dat hij tegen van jaren naar die toren zorgen dat in Mekasa mogelijk zijn president Taki. Die deel ook een ja, en dat moet tegen echte, mijn Britische gevallen. Eigenlijk doet de Nadrita begin, dat mijn actie maar zijn van jaren. Zijn we net te gaan plegen dat we vrede gaan naar studie ook toe, want dat is morgen makkelijk. Maar ik dacht, no, kom varen boto. En mijn Britie dat ook kan gaan boto. Want die we varen boto komen, dan misschien alle de dorpen zijn al liba, dan mijn praxeer oké, dat is een probleem. Want alle de smadrappen zijn dan zijn al liba, zijn ook varen op ze, de kan konja naar Stoelmans en een no-no. Omdat een heel gebied, ja, kan ontsluit no-no, een heel gebied, hoe kan je pieden ze maar ook. Dan moet je denken, voorzien, misschien wat u brada, nou wat u sa, de kon een foto. Ja, en misschien van Okon, dat foto, pas no, ik begrijp hoe moeilijk het is naar het transport voor Okon naar foto. Meteen naar een lid die mij actie pardon, ja, dat no voor die misschien hoe moeilijk het is die moest naar foto. No, Okon ja tiende naar een opdracht voor president, naar mij, ik vind niet een opdracht voor mijn minister, voor Okon ja,
dan we praten a carta o cha machine kon ja o cha wan computer kon ja o cha ra printer kon ja wat hebben we daar dra dan is het dat direct we speed a carta por motor uit uit a printer a carta disi dis na wan carta yeshi na wan PC plastic gewoon maar no vergis is er even a PC plastic disi de tumusi balangane giu wan alhoewel no was ma wan siki mi no wan dat you siki you no wan siki ook too. Maar te ik kon ziki, ik sabi dat te kon na MZ ja, jo fine je pija. Maar te MZ tak jere no im gona atoso, of im gona specialist, if in abi a karta, da na wa problem. Suma, was ma jam beka san dat beka bato, dat in abi karta, in abi dekking, je gona foto, ja im zwa atoso, im gona specialist de in a karta. Samus upsa, ja bi pai. Maar in abi moni dat je ook tuan alasan kon diri. Dus op dit pad plastic disie, dit is de toomse belangrijke. Je moet koesteren, je moet lobby a karta disie. Want a karta disie, de je dekking dat te je ziekje, je kan fijn dat er je pi, je kan gora atoso, bek je kan kom betere, want je kom betere, je kan goroko baga. Maar mijn wat tegi me die ze zijn de grand tani. En mijn wat make de wat compliment. Want as aan sam shidja. Nou, want ik heb toch zo'n dema abja om mijn benite, om mijn service te gaan. En vooral apres netjes. Maar pina sami pina konja. Mitak ai. Chemi galo. Sades ma ben du. Fugote. Wan. Garda. Wan pis plastic. Dus. No mi de moro enthousiast. Fu chagi ala de prespeu plan a carta. Omdat anon deso ta te din no afara gebied. Eh te din buskondre of misi pe. Eh ta World Gezondheidsorganisatie ta. Gezondheidszorg moet je naar de mens brengen. We spede libi. En dat regering bouter ze verstaan boom en de mou implementeren we she maar no satak langa me tegi medische centen grantang itak de faciliteer staat ziekenfonds omdat mi idee na de verschillende soorten gezondheidsstructuren moet roko samen want no so we vermors moet en te de roko samen dat amoro boom gi alanti ma amoro mungi des matu. Mino wata kelanga, mi wan sor uno fa we speed de kata. Kromo di Harjo benadrukte dat het SZF met alle beschikbare middelen het werk zal voltrekken zoals de regering dat vraagt. You have one verantwoordelijk. You must logo ote a karta e verval. Dat na ene sensa sa je moest doen. Maar garalanti e paia premi, maar je moet zorgen dat je kaart vervalt. Je moet zorgen dat als je kaart vervalt, je kon je baga, je machine speed een nieuwe kaart aan, zodat als je niet valt. Je lacht met een machine speed aan kaart. Je moet je dalen. Dus echt, met de trots dat ook kan je die idee. Je hebt voor medische zending, je hebt voor DC. Ja, een instructie voor president Bouterse, dat Okanja tiret, dat we doen dit in de gemeenschap. En nogmaals, ik garandeer jullie, directeur voor SZF, als service zijn je van ja, naar zijn service zijn we foto maar even niet, naar zijn service ja, zijn we maar voor een keer even niet. Verschil nou daar. Dekking, verschil nou daar ook toe. Voor zowel de delegatie als het traditioneel gezag was de missie een geslaagde. Hiermee hoopt het ministerie van Volksgezondheid en de Stichting Staatsziekenfonds een bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening in het gebied. De Stichting Regionale Gezondheidsdienst RGD heeft door tussenkomst van het SZF kunnen bewerkstelligen dat onverzekerde kinderen van OS Houttuin 1 over een geldige SZF-kaart beschikken. De schoolkinderen hebben afgelopen dinsdag hun kaart in ontvangst mogen nemen. Dit ten overstaan van de directeur van RGD Edwin Noordzee
en de burgermoeder van Wanica Zuidoost, Audrey Hankers. Een primeur moet ik zeggen. Ik wil bij deze wil ik zeker mijn dank uitbrengen. Niet alleen aan RGD, maar zeker ook het Staatsziekenfonds die bij deze een wezenlijke bijdrage heeft geleverd om invulling te geven aan de jonge burgers van ons land die nog niet verzekerd zijn. En we zien dat het heel erg van belang is dat wanneer wij, we pretenderen het niet, we zoeken het ook niet, maar als we ziek mochten worden, dat we toch wel verzekerd zijn. En bij deze wil ik u allen, alle actoren die een bijdrage hebben geleverd, vanaf de brand tot heden, dat wij de zorg echt wel nemen over onze kinderen. Nogmaals, dank u wel. Het gaat ons goed. Dank u wel voor dit moment. U weet, nadat de situatie zich heeft voorgedaan, heeft de overheid een multidisciplinaire team samengesteld om het werk te doen. Nadat dit team aan het werk is gegaan, waarvan mevrouw Collien ook zeker lid van zijn, onder leiding van de minister van Volksgezondheid, is er besloten om het onderzoek verder te doen. RGD is toen aangewezen orgaan om het onderzoek te doen onder supervisie van de districtcommissaris. En het onderzoek is gedaan en bleek dat gaandeweg de rit er leerlingen ertussen waren die geen kaart hadden. Er is toen gezegd, kaart of geen kaart, iedereen wordt geholpen. Maar de mensen die geen kaart hebben, daarvoor zal de overheid spoedig zorgen voor een kaart. U ziet het, de regering heeft er ook voor gezorgd. Heel snel heeft SZF dan de kaarten voor de leerlingen die niet hadden, hebben nu een SZF-kaart. En vandaag is het moment om dat in elk geval aan ze te overhandigen. Op de poli die centraal heeft gestaan tijdens dit alles, dat was poli Houttuin. En dokter Las en zijn team, die hebben ontzettend goed werk verricht. Dus nu gaan we op dit moment zeker de kaarten aan de leerlingen geven onder auspiciën van hun leerkracht. En eigenlijk willen we iedereen dank zeggen die een bijdrage hebben geleverd. SZF, bijzonder de regering, de minister van Volksgezondheid, RGD'ers, de DC, noem maar op. Iedereen heeft een bijdrage geleverd. Dus dit is een mooi moment inderdaad dat we moeten koesteren. Dat voor ons toegang tot gezondheidszorg voor ons ontzettend belangrijk is. En daartoe geeft de regering nu een belangrijke aanzet dat via SZF je nu een kaart hebt. En dat je gewoon naar de poli, naar de dokter kan als je ziek bent. Ik feliciteer jullie met dit moment, want het is belangrijk. Gezondheidstips. Mensen zijn vaak gewoontewezens. Middels enkele wijzigingen in onze levenswijze leidt dat onherroepelijk tot leuke gevolgen. Wandel dagelijks minimaal 30 minuten. Drink meer gefilterd water. Vergelijk je leven niet met anderen. Je hebt toch je idee waar hun verhaal over gaat. Eet meer voedingsmiddelen die aan bomen groeien en eet minder gefabriceerde voeding. Weet wat je top 5 prioriteiten in het leven zijn. Wees geduldig. Vind je dat lastig? Adem dan langzamer in en uit. Steek je aandacht in negatieve gedachten die je toch niet kan veranderen. Steek je aandacht in zaken die je wel kunt veranderen. Lees meer echte boeken. Glimlach meer, het maakt je echt vrolijker. Wat anderen denken is niet belangrijk. Het gaat erom wat jij zelf denkt. Zit per dag minstens 10 minuten in stilte. Slaap minimaal 7 uur per nacht. Ken je grenzen, zeg op tijd nee. Neem jezelf niet te serieus, anderen doen dat namelijk ook niet. Verspil je waardevolle energie niet aan roddelen. Leer nieuwe dingen. Doe een cursus of een workshop. Leer om goed te luisteren in plaats van veel te spreken. Laat je inspireren door deze tips, maar laat je niet gek maken. Je hoeft niet op alle fronten het juiste te doen. Maak gewoon een begin met iets wat je aanspreekt. Houdt u de wachtdienstregeling voor dit weekend in de gaten. Dit doet u via het servicenummer 148... de SZF-website, de SZF-Facebookpagina, de lokale dagbladen, maar ook via de SZF-mobiele applicatie. De wachtdienstregeling, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF.
Heeft u vragen over dit programma? Bel naar de afdeling voorlichting en klantenservice op het telefoonnummer 477-101, toestel 233-221-414. Voor meer informatie over de SZF-voorzieningen belt u met de afdeling klantenservice op het nummer 477-101, toestel 283 of 284. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.